doen zo één keer een jaar doen ik een detox. Ik denk dit is amper soos om mijn lichaam net bietjie te herprogrammeer. So wat ik doe is, ik haal net my, ik haal goeders soos cafeïne uit, zout, alles soos wat mijn gewone etes is. Voor die eerste twee dagen eet ik vruchten en groente, derde dag vruchten en groente, en dan starig maar zeker voor 7 dagen, dan zet ik nou een stukje vis bij wat ik zal geer met garlic of natuurlijke goeders. Ja, al die zout, al die suikers, al die cafeïne. Tot en met dag 7 en dan begin jy weer normaal eet en jou seasoning bysit en koffie drink en so. Dis nogal eintlik ongelooflik, want na 7 dae is dit amper asof jou lyf nie eers meer daai goed wil hê nie en jy het aansienlik meer energie, wat ongelooflik is. Maar ja, dit is net so vir myself. Dit is my lekker en ek voel regtig goed as ek dit laat gedoen het. Ek dink 'n mens moet nog steeds eet. Ek dink nie jou lyf is gemaakt om net sap te drinken, nie, dis my eerlijke opinie. Maar mense kry ongelooflike juicers en goeders deesdae. Ek dink dit is belangrijk om 'n balans nog steeds aan te hou, baie water te drink. En wat werk vir jou? Ek dink dis 'n persoonlike ding op die einde van die dag. So my eerlijke opinie is, as jy wil detox, kry ietsie wat gaan werk vir jou. Detox beteken nie noodwendig jy moet alles uit jou dieet uithaal en net op vrugte en groente of sap lewe of wat ook al nie. Ek dink jy moet dat sekere goeders van ons is, so suiker, vooral het ons nou allemaal al geleer, is nie goed vir ons nie. So om dit vir 'n rukkie uit jou dieet uit te sny, kan nooit kwaad wees. Ja. Yes.